Wilfried de Jong die mocht 24 uur lang met onze gast van vanavond doorbrengen. Hij wel. Ja, hij wel, want wij moeten het vooralsnog... met één uurtje doen. Nou, vijf kwartier zegt dat. Dat is toch wel hartstikke mee, zeg. Maar ze kwam in 16 september 1976 in Purmerend ter wereld als Marie Fleur Agema. En is, ja, nou, tussenstops bij de LPF en de groep Agema. Thans vicevoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de PVV. Welkom, Fleur Agema. Goeiedag. Welkom, Fleur Agema. Wij vonden Marie Fleur zo mooi. Ja. Waarom Fleur en niet Marie Fleur? Nou, het was eigenlijk toen mijn vader aangifte ging doen bij de burgerlijke stand. Toen vroegen ze aan hem van, moet er een streepje tussen? Hij zei, ja, doe maar. Oh. Nou, sindsdien is het Marie Fleur, maar ja, maar beetje tuttig. Of je het fluttig? Tuttig? Ja. Wij moeten Fleur zeggen, of niet? Wat je wil. Fleur. Ja, laten we even. Wat je wil, bedoel je, mogen kiezen tussen Marie en Fleur of mevrouw Agema? Dan weet ik het ook niet meer. Wat jij wil, Jan, het maakt mij niet uit. We doen gewoon lekker Fleur. Ik reageer overal op. Ik heb een golden retriever. Maakt niet uit wat je zegt, komt altijd. Niet dat ik je nu al gelijk met de golden retriever wil vergelijken, want dat is ook zo onaardig. We zijn net begonnen. Mogen we even wat heel saais doen? Ja, laten we wat saais doen. Statistiek. Zeker. Je hebt patiënt A en je hebt patiënt B. En daar zeg je dan volgens de hele wereld heel stomme dingen over in de Tweede Kamer. Niet jij, maar je collega Helder. Maar ze had wel gewoon gelijk, hè? Ze had absoluut gelijk. Ja, leg het eens uit. Voor al die mensen die niet de Joop hebben gezien en de Jaap. Ja, ongelooflijk. De Joop nam het op voor Joop de PVV. Nam het op voor de PVV. Nou, dat is ook een godsvonde, geloof ik. Ja, ik kan het debat even niet terughalen. Hoe zat het ook alweer? Nou, dat had met gevangenen te maken. Ja. En de ene had een taakstraf en de andere gevangenisstraf. En dat moest dan vergeleken worden in statistieken. En Helder die bleef vasthouden. En iedereen dacht, die Helder is hartstikke gek. Tenminste, dat dachten ze bij de SP. Nee, die taakstraffen, die zijn gek. Waarom? Ja. Gaan we nou gelijk van de politiek. We gaan eerst even statistieken. Ja. Maar in ieder geval, Helder bleek wel gelijk te hebben. Absoluut. Nou, dat vond jij ook? Dat wist jij gelijk toen je het zag? Ja. Ik heb er later over gesproken, dus ik heb het debat zelf niet gezien of gevolgd. Maar kijk, uiteindelijk gaat het om de feiten. En het gaat natuurlijk om statistieken. Maar uiteindelijk, sommige dingen die kun je niet in statistieken terugvinden. Maar daarvan weet je wel dat ze waar zijn. Ja. En Nou, het punt is een beetje dat de rechter bijvoorbeeld bepaalt bij iemand van, nou, jij bent geschikt voor een taakstraf en jij bent geschikt voor een gevangenisstraf. Maar ze hebben hetzelfde gedaan. Ja, nee, maar precies. Maar je kan dus later niet zeggen van, een soort at random, toch, Jan? Ja, dat is het probleem. Het is geen at random onderzoek geweest. Dus je hebt niet gegokt van, of kop of munt gegooid, die krijgt taakstraf, die gaat de bak in. En dus kan je ze niet vergelijken, wilde Helder vertellen. Dat deed ze niet zo handig. Maar ze melden op Twitter dat ze het nog een keer goed gaat uitleggen, trouwens. Dus... Nou, dat hoeft niet. Dat hebben wij niet gedaan, geloof ik. Ja. Nou ja, het zal wel, hè. Helder in de statistieken. Wat zal ons woord zijn. Het enige wat grappig is natuurlijk dat iedereen denkt van dat mens is achterlijk. Ja. En ze blijkt dus een intellectueel te zijn. Soms moet je nadenken en doordenken. Ja, ongelooflijk. Mm. Maar wat vond jij eigenlijk het nieuws van deze week? Ja, het nieuws van deze week, het is natuurlijk het buitenland wat alle nieuws domineert. En terecht, Libië. Echt waar? Dat vind ik wel het nieuws. Waarom? Dat we leuke dingen gaan doen. Nou ja, omdat er toch besloten is om op een missie te gaan. Dat vind ik toch, dat is toch iets heel intensiefs. En dat doe je niet zomaar. En wij zijn er ook niet voor. Nee. Maar je leeft mee met die mensen in Libië? Of niet? Zei je dat niet? Nee, dat maak ik ervan, hè? Dat maak jij ervan. Leef je met ze mee? Ja, iedereen die opkomt voor zijn eigen vrijheid, die verdient alle respect. Fleur. Je ligt er toch geen seconde wakker van. Nou, ik lig er op zich wel wakker van als mensen gewoon onveilig zijn in hun eigen land. Maar dat betekent nog niet dat wij mee moeten doen. Dat betekent dat daar Arabische landen eerst in mogen haken. Heb je er echt wakker van gelegen? Nee, ik lig er niet letterlijk wakker van. Maar ik vind het wel erg. Ik heb wel medeleven voor mensen die in de verdrukking zitten. Ja, natuurlijk. Het is hartstikke erg. Aan de andere kant, het is aan de overkant van de Middellandse Plas. Ja, het zou het je worst wezen. Het is behoorlijk dichtbij. Ja, nou ja, goed. Het komt allemaal wel goed door. 3 uurtjes vliegen? Nee, maar goed, wat mij dus verbaast inderdaad, is dat er 3 partijen in Nederland zijn die zeggen, nou, we gaan er helemaal niet mee doen. Dat is de SP, de Partij van de Dieren en de PVV. Is dat een rijtje waar je in thuis wil horen? In dit geval blijkbaar, ja. Maar waarom moeten we het niet even een beetje helpen? Jullie vinden die Gaddafi toch ook een hufter? Ja, maar niet meedoen aan de missie. Waarom niet? Omdat wij vinden dat wij als Nederland genoeg doen en hebben gedaan, dat we daar ook niet zo'n grote bijdrage aan moeten leveren. Niet 6 F-16's, waarvan 4 operationeel. En ook dat de Arabische wereld hierin... Maar in eerste instantie waren jullie wel voorstander. Ja, en toen deed de Arabische wereld ook heel weinig. Nee. Ja, er was een tijdje, geloof ik, een paar dagen voordat jullie nee zeiden. Dat zei van nou, misschien doen we wel mee. Er is een kamerbreed aangenomen motie geweest voor een no-fly zone. Die kamerbreed gesteund is, dus ook de SP, de Partij voor de Dieren en door ons. Maar dat betekent niet dat je ook meteen door moet gaan.
Oké, maar goed, Libië... Maar wat zegt jouw boerenverstand? Er wordt gewoon gebombardeerd straks, toch? Doen we gewoon keurig aan mee. Ik denk het wel. Ja, hè? Ja, dat schuift steeds verderop, lijkt wel. We zullen zien. En wat denk je? Gaan we bombarderen? Ik hoorde net een ja. Ja, hè? Nou, ja, toch? Ik hoorde een ja, toch? Dus dan heeft Maxime Verhagen weer gelogen? Ja! Nou, nee, ja, ze zeggen nu van niet. Ja. Hey, voortschrijdend inzicht met de kennis van toen. Hè? Dat krijg je dan weer. Ja. Hey, wat vind je van al die revoluties daar in de Arabische landen? Denk je nou eindelijk, hè? Want er wordt al vaak gezegd, het wordt tijd voor de verlichting. Nou, misschien is dit het begin van een verlichting. Ik hoop het, maar de vraag is wat er voor terugkomt. Zoals ik al zei, mensen die opkomen voor hun vrijheid, daar heb ik groot respect en bewondering voor. Ja. Maar ja, als we daar ook de vrijheid de sharia om voor, als we de sharia terugkrijgen, ook de vrijheid om een theedoek te dragen op het hoofd, of niet? Nou ja, als we de sharia voor terugkrijgen, dan zie ik dan een grote vrees tegemoet. Maar goed, je zit bij de Partij van de Vrijheid en dan, die mensen die willen opkomen voor hun vrijheid, dat sponsor je dan wel, toch? De gedachte, ja. De gedachte. Maar de angst voor wat er voor terugkomt. Maar ja, wat denk jij dat er gaat komen? Denk je dat het allemaal de Iranetjes light gaat worden daar? Nou ja, als je ziet dat uit een peiling is gebreken dat 80% van de Egyptenaren voor steviging is bij overspel, dan hou ik wel mijn hart vast, ja. Oh, dat is maar goed dat we monogaam zijn, Jan. Ik kan het zeggen, bij mij, mazzel. Ja, meestal pakken ze jullie niet, maar de vrouwen. Oh ja, dat is wel. Nou, vertel. Verwacht je problemen of niet? Nee, zolang we het eigen land weten te weren, die sharia. Dus. Nou, dan hebben we deze week, is Wilders weer eerste geworden. He, de meest bedreigde politicus van het jaar. Dat is ook een soort herhalend verhaal. Ja, wie hadden we anders moeten bedreigen, geloof ik dan, hè? Het is verschrikkelijk. Het is elk jaar hetzelfde. Het is onbestaanbaar. Wie is eigenlijk nummer 2 geworden? Weet ik niet. Weet jij wie nummer 2 is geworden? Nee, is niet bekend. Is er eigenlijk wel een nummer 2? Ja, die is er wel, maar wie dat is, dat weet ik niet. Maar dat gaat maar door, he, die bedreiging aan Geertse adres. Hoe zit het eigenlijk met jouw adres? Ja, over veiligheid zeg ik niks. Nee, begrijp ik. Maar ook niet of je bedreigd wordt? Nee, dat is het totale pakket waar je dan iets over moet zeggen. Oh, dat is een totaal pakket. Ja. Nee, maar omdat ik namelijk... Wilders wordt enorm goed beveiligd. Ja. En ik zie ook wel eens PVV-kamerleden gewoon op de Binnenhof lopen. Zonder beveiliging. Nou, ja, wat ik al zei, ik zeg er in zijn algemeenheid en in de brede zin helemaal niets over. Omdat je weet nooit wat voor informatie je daarmee geeft. Dus dat is een... Ja. Nee, dat is waar. Maar het is niet zo dat iedereen intensief dus beveiligd behoeft te worden. Dat is duidelijk, want anders lopen ze daar niet alleen rond, Jan. Dat lijkt mij wel. Ja, daar heb jij volkomen gelijk aan, Jan. Maar dat zorg ook terecht. Ja, ik vind het belachelijk dat iemand zo beveiligd wordt. Het is heel erg dat het nodig is, überhaupt. Dankzinnig. Hé, nou ja, goed, dan laten we gewoon de actualiteiten erbij pakken. Dan hebben we natuurlijk Japan, dat is ook heel erg aan de andere kant van de wereld. Eet jij nog sushi? Want die PVV-stemmers, er bleek uit onderzoek, 50% denkt dat het... vlees uit Japan, vis uit Japan, besmet is met radioactieve straling. Ja, ik heb nog geen sushi gehad. Maar zou je het eten als je nu een bordje krijgt? Ja. En over een week, als je zeg maar de nieuwe tonijn eet? Ja, je weet niet hoe de situatie zich ontwikkelt, maar... Ja, maar ben je daar bang voor? Dat we radioactieve spullen... Er wordt er gewoon keurig getest als Nederland binnenkomt, of niet? Ja, toch? Waarom denken jullie kiezers dat voor de helft? Ja, dus de grootste groep kiezers van Nederland denkt dat niet kan, sushi eten. 50% van de PVV-kiezers die zeggen van nou, de groeten geef ik straks licht in het donker. Voor mij gemiddeld houden PVV-stemmen het minst van sushi. Dat is dan is het goede reden om het helemaal niet meer... En boerenkool verbouwen ze dan niet in het Japan. Dus wat zal jou het eigenlijk worst wijzen? Nou, je moest eens weten. Ja, maar ja, boerenkool eten ze wel. Wat hebben PVV-stemmers nou in godsnaam weer tegen vis? Ik heb nog nooit een gesluierde vis zien. Ja, trouwens wel. Ja? Ja, dus een sluiervis. Ja, die bestaat. Een tropisch, dat is het. Maar weet je wat mij opviel in het hele Japan-verhaal? Maar je bedoelt serieus dat ze allemaal vlees eten? Ik denk dat ze zeker ook vis eten. Maar, en vegetariërs maar als je het hebt over niet van sushi houden... dan denk ik dat wel een grote uitschieter is. Omdat het buitenlands is. Dus een kabeljauwtje en een scholletje wel. En sushi niet. En Hollandse haring natuurlijk. Hollandse haring. Wat ook rauwe vis is. Maar ja, zit er niet zo'n kledder van die clever rijst onder. En dat is het grote verschil. Of niet? Ja, sashimi. Maar wat me opviel was dat hele gesodemieten met Japan. Hè, dat is allemaal heel erg. Hè. Er zijn heel veel doden gevallen. En een tsunami en een aardbeving. Oh joh, wat erg. Dat is ook allemaal heel erg. Maar het enige wat je hoorde in de Nederlandse politiek was... Ja, en nu kunnen we inderdaad hier niet een kerncentrale bouwen. Wat is jullie standpunt eigenlijk daar omtrent? Ja, zoals je weet zijn wij wel een voorstander van... Maar nu nog steeds? Want iedereen haakt er gelijk op in. Oh god, dat moeten we nooit meer doen hier.
Nou ja, ik vind het wel heel zorgelijk als je kijkt naar Japan. Hoe met zo'n aardbeving en zo'n tsunami zo'n enorm groot risico kan ontstaan. Dus, ja. Dus wij... Maar ja, twijfelen jullie nu ook eigenlijk aan, hè? Want jullie waren voorstander. Nee, wij moeten ons standpunt bekijken en daar ga ik helemaal niet op vooruit lopen. Nee, begrijp ik wel, maar wel herzien, misschien. Nee hoor, we moeten dat nog eens goed onder de loep nemen, dan kijken we verder. Maar zeg je nou dat jullie een standpunt dat jullie al hebben misschien gaan herzien? Nee, maar ieder standpunt dat komt eens in de zoveel tijd weer terug. Dus dat zullen we dan weer bespreken. Ja, goed, maar dat is toch ook pragmatisch. Dat je kijkt naar de situatie in de wereld en denkt, ja, moeten we het doen of niet doen? Toch? Aan de andere kant, we zitten hier niet op een breuklijn. Nog hebben we een kans op een tsunami. Nee, maar een groot deel van ons land ligt wel onder zeeniveau. Dus je wou zeggen, we moeten misschien toch eens een risicoanalyse bekijken? Nee, ik weet niet. We moeten dat gewoon... De woordvoerders die... als die het een aanleiding vinden om een nieuw stuk te maken wat we moeten bespreken, dan zie ik dat er zijn de tijd wel. Ja, maar goed, alle partijen duiken nu over elkaar heen om te zeggen, dat moeten we nooit doen. Vandaag was er zelfs nog wel in Borselen, werd er geloof ik gedemonstreerd. Ja, ja. En denk je dan nou, niet van... Nou, het is ook wel, kijk, iedere keer als je het journaal aanzet, dan zie je dat. En dat, ja, ik vind het wel heel erg indrukwekkend hoor. Maar er liggen daar ook zoveel kerncentrales op een rij, 4 of 6 op een rij, verderop nog eens een paar. Ja. En er is zoveel schade en ja, de wereld kijkt in spanning toe. Maar goed, dat zou toch ook wel kunnen betekenen dat je dan denkt van, nou, we waren altijd voorstander, maar nu we dit zo in één keer zien, ja, dan moeten we nog maar eens over nadenken. Ja, dat is aan de woordvoerder, denk ik, zie het vanzelf wel wat eruit komt. Wie doet de woordvoering hierover? Roland van Vliet. Oh, nou, dan moeten we binnenkort Roland eens bellen wat hij gaat bedenken hierover, hoor. Ja, als hij vindt dat we het weer eens moeten bespreken in de fractie, dan daarna horen we wel wat. Ja. En heb je ook nog een persoonlijke mening over kernenergie? Of zeggen van, nou, die heb ik niet. We begonnen het gesprek met van, bent u voorstander van? Ja. En toen zei ik ja, want nee, omdat de partij is realistisch, maar... dat is een realistisch standpunt. Omdat nu is 1/3 van de energie in ons land die we importeren, is kernenergie. En daar worden andere landen, gaat helemaal zo rijk van over onze rug. Ja. Maar Duitsland is bijvoorbeeld ook aan het kantelen in de mening over kernenergie. Ja, ja. Dus het is nu te vroeg om er iets over te zeggen. Ja, ja, je hebt er wat over gezegd. Meen je dat nou? Ja. Oh, daar zat ik weer niet op te letten. Ik denk dat overal dat belastinggeld mee in wordt gehouden. Ja, schandaal. Grof schandaal. Maar jullie zijn tegen ook het openbaar maken van publieke giften. Ja. Waarom? Waarom dan? Ja, onze middelen drogen natuurlijk gauw op. De PVV is nog steeds een geaccepteerde partij. En daarbij, het is natuurlijk wij leven van... Jullie zijn geen geaccepteerde partij? Nee, ik kan me voorstellen dat mensen die ons nu iets doneren, dan denken van, nee, als het bekend wordt, dan doe ik dat liever niet. Ander punt is dat die andere partijen die leven van het staatsinfuus. Er gaan miljoenen per jaar naartoe. Wij doen het met donaties. En dan willen ze ook nog eens van ons weten. Maar een van de redenen waarom men het graag van jullie wil weten, en men zijn dan de linkse partijen natuurlijk, is dat er misschien wel uit het buitenland geld komt. En niet omdat dat de eigenaar van Albert Heijn... Ja, maar en dat niet bekend mag worden. Uit welke buitenlanden en van wie dan? Dat zou de achterliggende gedachte zijn. Gelul? Ja, ze zijn gewoon jaloers. Nou, denk je dat we uiteindelijk de SP heeft vroeger ook veel uit het buitenland gekregen trouwens. Ja, de SP krijgt nu heel veel uit de staatsruif. Dus... Maar miljoenen goed, en miljoenen, en die campagnes en dingen. Komt nou het meest uit Amerika of komt nou het meest uit Israël? Ik heb daar geen zicht op. Maar er komt uit Israël en Amerika komt geen er wel idee. Geld? Geen idee. Echt niet? Ik heb er geen inzage in. Er komt meer geld uit Israël dan in IJsland. Ik heb dat geen kan je toch wel bevestigen? Nee, want ik heb geen enkel inzicht daarin dus. Maar goed, je maakt je net heel erg kwaad. Waarom zou je het niet gewoon kunnen vertellen? Kijk, het meeste geld, ik heb er, wat ik al zei, geen zicht op, maar komt gewoon van mensen uit Nederland. En heel veel mensen maken €5 per maand over of €10 per maand. De Kamerleden zelf maken geld over. En daar betalen wij de campagnes van. Ja, dat zijn kleine campagnes. Waarom schamen mensen zich eigenlijk? Wij hebben een campagne van €15.000, een ander geeft 2 miljoen uit. Waarom schamen mensen zich ervoor? Nee, het heeft natuurlijk om allemaal belangen te maken. Maar ja, wat ik al zei, ik heb er geen inzicht maar in. Maar stel dat ik €5.000 zou storten. Ja, nou ja, waarom zou ik me dan moeten schamen daarvoor? Nee, niet schamen, maar het gaat erom dat jij misschien belangen hebt, een bedrijf hebt of op een andere manier. Je zou geboycott worden door de overheid bijvoorbeeld. Als ik dan. Mensen hebben belangen, die zijn toch doodnormaal? Dat je dan denkt van, nou, dan doe ik het maar niet. Maar je wilt het niet openbaar maken omdat je bang bent dat het dan duidelijk is dat er belangenverstrengeling is? Nee, ik ga ervan uit dat dat niet zo is. Uiteindelijk maken we gewoon een afweging. Nee, maar dat is wel zo. Maar de PVV heeft een vrij pro-Israëlisch standpunt. Nou, dat begrijp ik. Als je als Israël zit, je toch redelijk in de panarie daar in het Midden-Oosten. Ik heb er geen enkel zicht op of er überhaupt een stuiver uit Israël komt. Dus ja. Nou, lekker.
Ik denk, ja. we gaan dus ook kijken. Ik weet wel dat wij niet zwemmen in het geld in ieder geval. Nee? Nee? Waarom niet? Omdat we altijd maar piepkleine budgetten voor campagnes hebben. Dus geen geld voor klasjes of dingen. Maar waarom krijgen andere partijen dan zoveel uit de staatsraad van jullie niet? Omdat je nog tekort bestaat? Nee, omdat we dat niet willen en omdat we geen partij met leden hebben. Ja. Oh, dat is het verhaal natuurlijk. Ja. Maar ja. Die partij met leden, die kunnen we van vandaag op morgen kunnen we die gewoon oprichten. En dan als je 1000 leden hebt, dan krijg je een hele poet met geld. Doe dat eens. Dus die laten we ook bewust liggen. Maar doe dat eens. Nee. Waarom niet? Omdat we daar als fractie hebben gekozen hebben om het niet te doen. Is het ook omdat je dan die leden ook macht geeft? Oude of nieuwe fractie? Nieuwe fractie. Daarvoor gekozen. Nieuwe fractie. Maar het gaat om die macht die je dan moet uit de handen moet geven. Het heeft met van alles te maken. We zijn er gewoon nog niet aan toe. In deze periode komen we er niet op terug met deze fractie. In de volgende fractie misschien weer wel. Nee, Hero Brinkman die begon op een gegeven moment. Hè? De boel moet de democratie. Ja. En dat zei hij nog een keer en nog een keer. En nu houdt hij zijn kanus. Nou, niet zijn kanus, maar we hebben daar een heel goede fractievergadering over gehad. En we hebben besloten om dat niet te doen. Met z'n allen dat de Hero zijn kanus moet houden. Nou ja, het goede recht om dat te wensen en te willen. En ik vind het... Kijk, ik ben lid geweest van de lijst Pim Fortuyn. Ik vond het erg leuk. En dus ik snap ook wel dat mensen dat graag willen lid worden van de PVV. Maar we zijn er als organisatie gewoon nog niet aan toe. Nou, we hebben nu 17 fracties. En het is een hele klus om dat organisatorisch allemaal te regelen. Hoe zijn de verhoudingen? Brinkman die zegt, we moeten democratisch, we moeten een jeugdafdeling, we moeten dit en dat. Is het iedereen tegen Brinkman of zijn er nog wel meer mensen die zeggen van nou, misschien moeten we toch wel in die end kijken of we het democratisch moeten gaan doen? Nee, kijk, daar doe ik geen enkele uitspraak over. Want de fractie is besloten en wat we daar bespreken is geheim. Is die fractiediscipline ook echt gewoon zwaar bij jullie? Niet anders dan bij andere partijen. Maar heb je de mogelijkheid om als je denkt van nou, sorry, maar hier wil ik even tegenstemmen en de rest is voor. Mag dat? Ja, kan tuurlijk, dat? Tuurlijk. Dat gebeurt ook. Ja. Volgens mij stemmen jullie toch altijd unaniem? Ja, als partij? We proberen het stemmen een beetje te vermijden. En je ziet uiteindelijk wel of er mensen zijn die een stemming willen. En dan doen we dat gewoon. Maar durven ze dan een hand omhoog te steken als Geert naar beneden haalt? We hebben geen watjes in de fractie. Nee, maar Geert is de grote baas. Dat is de politiek leider. Ja. En die zet toch de banen uit. En als jij dan, zoals iedere politiek leider heeft de politiek leider een grote mate van vrijheid. Ook om de lijnen uit te zetten. Maar we zijn een gewone fractie en in onze fractie wordt alles democratisch besloten. Is in die grote fractie de fractievoorzitter wel eens afwezig tijdens vergaderingen? Dat kan een enkele keer gebeuren. En dan neemt de vice-fractievoorzitter waar, dat is Fleur Agema. Ja. Wat is dan het verschil in leiderschap? Nee, ik zie niet echt grote verschillen. Het is wel zo dat de Geer natuurlijk een enorme ervaring heeft van zo'n 20 jaar op Binnenhof. Maar je houdt ze er wel onder dan die andere 19, 18? Ja, we zijn toch een team? Nee, dat was de vraag niet. Je houdt ze eronder. Nee, eronder. Ja. Ja, je bent voorzitter. Een voorzitter is niet... Als je voorzitter wil zijn, dan moet je niet de baas spelen. Maar als je voorzitter wil zijn, moet je de fractievoorzitter. En waarom geldt dat dan niet voor Geert Wilders? Die wil wel de baas spelen. Nou, hij is toch? De baas. Ja, oké. Ja, de baas. Hij is de politiek leider. Ja, de baas, toch? De politiek leider. Ja. Is hij eigenlijk ook de geestelijk leider? Mag je dat zo zeggen? Als jij dat wil. Nee, maar wat ik vind, dat maakt geen moer uit. Maar wat vind jij? Zou je ook, Geert Wilders, de geestelijke leider van de PvdA... Of van de PvdA... PvdA. Ik moet heel borrel moet er niet gekke worden. Ik ben nou echt maar van de PvdA. Je bent verliefd, man. Wat jij zeggen wil, is prima. Nou ja, goed, nee, maar omdat hij is toch de partij, de gedachtegang. Gedachtegoed. Gedachtegoed, ja. Hij is de man. Hij heeft het gedachtegoed gevormd, ja. En is hij ook capabel om premier te worden van dit land? Absoluut. Maar denk je dat het ook gezellig wordt dan? Want hij is een beetje kwaaier natuurlijk, in de positie waar hij nu in zit. Maar als je dan premier wordt, denk je dat het ook een beetje gezellig land wordt nog? Ja, zeker weten. Ja? Maar er wordt wel gelachen toch ook bij jullie? Ja, enorm veel. Echt? Ja. Maar naar buiten toe lijkt het een beetje een kwaaie club. Ja, maar dat hoorde ik laatst ook nog eens van jij als in de Kamer, je bent ook zo... Ja, je bent zo gauw boos of je kijkt boos. En denk van, ik ben woordvoerder zorg. Ja. En dan heb ik het over 24 uur. Agnes Kant is je grote voorbeeld. Die kijkt altijd boos. Kijk, je hebt het over 24 uur luiers. Je hebt het over doorlichtwonden, ondervoeding, uitdroging. Daar kan ik toch geen lach bij opzetten? Moet ik dat lachen? Ja, dat zou iedereen zeggen, die Agema, die is niet helemaal lekker. Nou, dat ging toch gewoon over 12.000 mensen erbij. Toen kwam er wel een lach op je gezicht. Ja. Maar ja, waar zijn ze? De begroting voor dit jaar is gemaakt door het vorige kabinet. Ja. En de begroting voor volgend jaar, dus 1 januari 2012, is de eerste keer dat wij de begroting
met de nieuwe samenstelling maken. Ja, en dan komt bepalen. Het bedrag er in één keer bij, 860 miljoen netto... bij het totale budget voor de zorginstellingen. En dat betekent 12.000 mensen erbij? Ja, het budget is volgens het CPB, die heeft het doorberekend... goed voor minimaal 12.000 extra handen in het bed. De instellingen zullen ook... 6.000 mensen. Ja, ja, waar zeggen we? 24.000 handen zijn natuurlijk 12.000 mensen. 12.000 mensen, ja. Ja, dus niet 6.000 mensen. Ja, ik zeg toch wel eens 24.000, dat klinkt indrukwekkend. Nee, maar 24.000 ja, handen is beter, hoor. Van 12.000 mensen. Ja. Staan de uitzendbureaus, staan ze al in de kaartenbak? Ja. Want dat zijn nogal mensen die in één keer nodig hebben dan. We hebben natuurlijk de afgelopen weken debatten gehad waar ik ook een beetje geïrriteerd was. Omdat bijvoorbeeld een voortman van GroenLinks nu al begint te brullen van waar zijn ze? Ja, het budget komt er per 1 januari 2012 bij. Ze zullen er ook op 2 januari niet zijn. Dus als je volgend jaar voorjaar eens begint te vragen hoe staat het ermee? Nou, dat kan ik begrijpen. Dan trek ik inmiddels ook wel aan de bel. Wat het doel is dat er zijn nu 1 miljoen mensen in Nederland die kunnen werken, willen werken. En we willen hen graag motiveren om in de zorg te gaan werken. Dus naar binnen halen op niveau 1 of 2 als zorghulp of helpende. En intern opleiden. Nou ja, en dat is natuurlijk een enorme vijver om uit te vissen. Om ook die extra handen voor het bed voor elkaar te krijgen. Maar zwemmen er 24.000 handen in die vijver? Absoluut. En, dus ja, daar wat zijn je ziet, zorgen over? Ja, wat je ziet is dat het aantal afgestudeerde hbo'ers... of mbo'ers die klaar zijn met een opleiding... dat te weinig is. Mbo'ers en hbo'ers kiezen toch heel vaak voor de ziekenhuiszorg. Ja. Tegen hen zou ik ook willen zeggen... kies voor die langdurige zorg, want het is echt hartstikke mooi. Je kunt een band opbouwen met mensen. Dat is in het ziekenhuis toch van korte duur. En dat zijn te weinig mensen per jaar die van school komen. Nou, we hopen dat ze daar gevonden worden, al die mensen. Ja. Want nou ja, misschien zijn er wel wat handjes nodig in de zorg. We praten zo eventjes met je verder, Fleur. Ja. Ja. Als je wil, hoor. Wilt Brussel in, maar ja, ja, daar zit je in Mokum. Ja, ook gezellig. Oh, maar ja, ook gezellig. Hé, hey, Marie, bedankt, hè. Dankjewel. Doei. Prettige avond. Hoi. Zo, dat is ongelooflijk, zeg. Turkije, Fleur. Hartstikke leuk land. Moet erbij. Nou, Fleur, je mag eventjes losgaan, hoor. Ja, een goede buur is nog geen lid van de familie. Nee, vind je het een goede buur? Is een goede buur? Ja, toch? Vind jij Turkije een goede buur? Ja, er is heel wat aan te merken op Turkije. Nou, dat is toch geen goede buur? Maar je kunt goed als buren met elkaar samenwerken. Maar daarmee... nee, Turkije erin bij de nog even over die PVV, hè? Want hadden we het net over voor we Eurabië gaan behandelen. Want dat gaan we nu natuurlijk doen. Zeker. Er was een van de tijdschriften die bij jullie undercover was. Ach, ja. Was dat nou erg of niet? Ja, Karen Geurtsen als stagiair onder valse voorwendselen. Ja, het boekje was natuurlijk reuze saai. Ja, en, het was een hele saaie partij die daarin beschreven werd. Ja, ja. Dodelijk saai. Het leek de Partij van de Arbeid wel. Nou, volgens mij zijn die zijn een beetje meer van het fietshok, hoor. Ja, door het hard gewerkt natuurlijk. En ook veel plezier gemaakt, maar vooral hard gewerkt. En ja, volgens maar mij... Maar een hele saaie partij. En dan het toch boekje was saai. Het boekje was saai. Dat klopt allemaal niet wat erin stond. Het was gewoon een hele domme opdracht van een hoofdredacteur die aandacht nodig nee, had. Nee, nou ja. Weet ik veel. Maar goed, laten we eventjes teruggaan. Want je zei net, Turkije erin, wij eruit. Zei je dat nou? Ja. En dat betekent dat wij uit de EU stappen? Ja. En dan? Ja, dan gaan we voor onszelf. Maar dan zijn we toch economisch de piel? Ja, Turkije moet helemaal nooit lid worden. Nee, maar als dat wel gebeurt, dan wordt hij erin gerommeld. En dan, en dan gaan wij eruit als weer Geert premier is. Ja, als dat even kan. En dan gaan we ook dan uit de NAVO, toevallig. Want dan kunnen we er net zo goed allemaal mee stoppen met de internationale gesodemieter. Ja. Vind je dat ook een goed idee? Nee. De SP heeft het ooit gezegd, hè? Ja. We moeten uit de NAVO. Maar we moeten wel in de NAVO blijven, maar gewoon uit de Europese Unie. Nou, nog voorlopig nog niet. Voorlopig nee, als die Turken erin komen. Ja, voorlopig is het nog niet te ver. En daar zullen we er alles aan doen om er tegen in te blijven. Maar als het gebeurt, en doen we dan ook de gulden? Weer terug? Als dat zou kunnen. Nou, als dat zou kunnen. Ja, hè? Heerlijk. Oh god, dan zijn wij het ook al eens. Het wordt wel heel eenzijdig. Wordt een de gulden terug. Ja, wil je de gulden terug? Ik wil de gulden graag terug. Nou, heerlijk. Ja. 2,20317 keer je huidige salaris, Jan. Mm. Ja. Ik kan mijn huidige salaris niet eens meer herinneren, weet je dat? Maar goed, we hadden het over Eurabië. Want jij zei bij Wilfried de Jong, dat was een van de weinige zinnen naast het plafondzinnetje. Maar het plafondzinnetje gaan we straks nog doen. Maar dat je zei van, ik heb een missie. Wat is jouw missie, Fleur? Mijn missie is, dat Nederland... Nederland moet blijven en dat de vrijheden die wij hebben gewonnen en hebben overwonnen... Ja. Dat die niet worden ingeperkt door wat we nu zien...
een gevecht tussen ideologieën waarvan de verkeerde wel eens kan winnen. Maar ze hebben 0 zetels in Nederland. Ja, maar toch, het gaat allemaal om numbers. En, ja, dat zeg ik. 0 zetels van de 150. Ja, maar ja, als je ziet dat partijen die bestaan al appease, dat partijen die bestaan al het multiculturalisme als hoogste goed welke hebben gegeven. Welke bedoel je dan? Nou, de partijen zoals de PvdA, D66. Het hoogste goed? Ja. Multiculturele samenleving? Absoluut. Ja? Ja. En dat is wel Erik Dela en zo? Ach. Niet. Ja, de PvdA is een stukje meer dan Henk en Ingrid. Maar is het PvdA dus het paard van Troje voor de Nederlandse democratie? Ja, in wezen wel. Kijk, het is natuurlijk een democratische partij, democratisch gekozen. Ja, maar tegelijkertijd, als je ziet hoeveel massa-immigratie er is, wordt daar ook een nieuw electoraat mee gecreëerd. Maar ja, wat is nou dat horrorbeeld dan, wat je ziet? Ja, wat je ziet is dat in de kleinste dingen zie je islamisering terug. Zie je dat er vriendelijk wordt gedaan en dat een ideologie die uit is op wereldheerschappij. Ja, wat heb je vandaag meegemaakt waar je de islamisering in zag? Ik heb vandaag een boekje gelezen van... daar zoek je het op. Frank Bovenkerk, dat komt volgende week uit, Bezorgde Vaders. En er was zo'n grote opsomming van dingen waar we allemaal al mee te maken hebben, zonder dat het eigenlijk... Maar waar heb jij dan mee te maken in je eigen omgeving? Ja, en met heel veel dingen in mijn eigen omgeving. Ik vind het wel eens... Word je aangesist op straat? Absoluut. Ja? Absoluut, ja. Maar ja, dat is toch niet islamitisch? Nou ja, en bij mij in Friesland gebeurt dat niet, hoor. Ja, aangesissen? Nee, dan zeggen ze... onze dames worden niet aangesist. Ze zeggen, ik kan geen Fries, ja. Maar dat bedoel... Nee, maar dat aangesissen is misschien vervelend, maar het is niet islam. Het intimiderende, totale minachting van de vrouw... Ja, ik denk dat niet alle. Ik krijg wel eens kritiek op dat wel eens meiden zeggen, want ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar heel veel vrouwen in mijn omgeving, als ze dan een keer uitgaan of een keer de stad ingaan, de totale minachting van vrouwen door moslimmannen. Maar is het niet zo dat op een bepaalde leeftijd mannen gewoon in vrouwen sowieso gewoon een seksbeest zien, een lustobject? Dat ze in Drenthe dan alleen zeggen niet zeggen, meisje, maar in Drenthe zeggen ze, zullen we brommers kieken? Ja, maar het is een groot verschil of dat op een normale manier gebeurt... of dat het met een totale minachting gebeurt. Een minachting waarbij je dus gewoon ook aangeraakt wordt, vastgepakt wordt. Het overkomt je allemaal, dat soort dingen? Het is wel eens gebeurd, maar ik heb het nooit meegemaakt met autochtone jongens. Ook nooit met Marokkaanse autochtone meisjes, toch? Nee. Die zijn allemaal keurig. Die doen allemaal goed hun best op school. Ja, maar ja, dat zijn altijd... dat is altijd wat opgehemeld wordt. En die meiden die doen het over het algemeen ook een stuk beter dan hun broers. Die zijn ook nodig in die ziekenhuizen straks. Ja, ik hoop het. Want heel veel moslima's die willen geen mannen wassen. Dus dat is dan wel weer een groot probleem. Kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, ik ook zo geen mannen wassen. Ik heb het maar. Nee, maar uiteindelijk moeten ze toch gewassen worden. Ja. Dus ja. Hé, maar Fleur, misschien is het niet verstandig omdat we net al iets moois opbloeiden. Maar ik knijp ook wel eens in een kont in een café. Is dat niet ook een wat beetje minder waardig naar de vrouw toe? Wat voor dikkie. Ja, is dat, of, nee, niet? Is dat gewoon de Nederlandse kneep in de kont? Dat kan dan wel. Het totale antidemocratische, anti-westerse, wat zich uiteindelijk ook uit in zaken als minachting, ook uit in zaken als straatterreur, daar gaat het om. En dat heeft zijn bron in die ideologie, waarin een totaal andere rol weggelegd is voor mannen dan voor vrouwen. En dat uit zich uiteindelijk in de kleinste onderdelen van die cultuur. Dus de Partij voor de Vrijheid wil dat verbieden, die ideologie? Die ideologie bestaat. Nee, maar die mag van jullie ook blijven bestaan, of niet? Nee, we willen die... Dus verbieden? Nee, dat kan niet. Partij voor de Een Vrijheid. Een ideologie bestaat. Oké, tuurlijk. Je mag denken wat je wil, die vrijheid hebben ze, maar ze mogen hem niet uiten. Geen moskeeën meer erbij. Dat is een van jullie punten, toch? Ja, graag. Maar die moskeeën die er wel zijn, plat? Nou, dat kan wel een stukje minder. Hoe? Ja. Kijk, geen moskeeën er meer bij. Er is een deel van de islam. Het grootste deel is ideologie. Een heel klein deel religie. En dat uit zich dan in moskeeën, bidden, noem maar op. En dat is een uiting van dat deel. Dus wat dat betreft vinden wij het wel dat het genoeg is. En geen moskeeën er meer bij. En wordt het Nederland dan leuker als er een paar moskeeën plat gaan? Nou ja, ik hoop dat Nederland in ieder geval vrij blijft. En de mooie vrije cultuur blijft die we hebben opgebouwd, waar onze voorouders voor gestreden hebben. En dat die niet onder de voet gelopen wordt.
Door een ideologie die er haaks op staat. Nou, we gaan straks nog even met je verder over praten. Want ja, het wordt tijd voor jouw top 4 muziek. Nou, we hebben top nummer 4 al niet gedraaid, omdat wij ons plaatje even moesten draaien. Ja, een wijs mens die noemde muziek wat we nu gaan draaien verpleegstersmuziek. Ja, dat was ik zelf vorige week. Maar goed, Fleur Agema die had hem in de top 10. En de bezoekers van echtejanne.nl zetten hem op nummer 3. Hier is Adele met Running in the Deep. Tot straks. Na het echte nieuws. Ik dacht, ik doe ook een nieuw nummer erbij. Ja.